Mijn advies zou zijn, ga naar het huis van de klokkenluiders. Maar op dit moment is dat een advies waar mensen van in de lach schieten. Welkom in de buitenlucht van Diepenheim in het prachtige Twente. Ik loop hier met Erik-Jan Meiboom. Voormalig kindercardioloog en voormalig klokkenluider. Dat is eigenlijk de categorie waar we het over gaan hebben, klokkenluiders. U bent zelf ook een van de klokkenluiders geweest, 25 jaar geleden. Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Welke misstand ontdekte u bij het kinderziekenhuis? We waren een nieuw team en de, in principe de mortaliteit van de operaties was veel hoger als ik gewend was uit het vorige ziekenhuis in de Verenigde Staten waar ik had gewerkt. Er stierven meer kinderen in het Wilhelmina Kinderziekenhuis dan elders? Ja, ja, dan verantwoord was. Ja. En hoe heeft u dat aangepakt? Nou ja, je begint met je collega's erover te praten, een onderling gesprek van hoe komt dit nou? En vooral kunnen we er wat aan doen? En als dat niet werkt, en dat werkte niet, dan ga je een stapje verder. Dan ga je daar met de directie over praten. En als dat niet werkt, dan moet je officiële stappen nemen. Dus nadat ik intern 2 keer gemeld had, heb ik een weekend lang hebben we alle gegevens precies nagecheckt. En toen heb ik een brief geschreven aan de Raad van Bestuur. Wat raadt u mij aan te doen met mijn patiënten met deze sterftecijfers? En wat zei de Raad van Bestuur? U wordt geschorst. U wordt geschorst? Ja. Ik mocht de volgende maandagochtend om 8 uur komen en mijn pasje inleveren en ik stond weer buiten. Toen volgde een heel vervelende tijd waarin ik eigenlijk vanuit het ziekenhuis door de Raad van Bestuur van allerlei hele nare dingen beschuldigd werd, die overigens niks met deze hartchirurgie te maken hadden. En uiteindelijk restte mij niets anders dan naar de rechter te stappen en een kort geding aan te vragen. En dat kort geding, dat is geweest en dat heb ik gewonnen. De uitspraak van de president van de rechtbank was, u hebt gelijk en u mag per direct terug het ziekenhuis in. Toen zijn er wel een heleboel dingen gebeurd. Daar is de afdeling gereorganiseerd. We zijn uiteindelijk overgegaan op een andere chirurg. Ja. Er is ook bij de Raad van Bestuur nogal het een en ander veranderd. Na al die veranderingen moet ik zeggen dat het Wilhelmina Kinderziekenhuis een heel goed ziekenhuis was en ook is geworden en gebleven. De hartchirurgie daar is nu echt fantastisch, staat op torenhoog pijl. Daar kan je je kind gerust heen sturen. En het vervelende was natuurlijk ook dat ik een soort het eigen nest besmeurde van het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Wat verder hele goede specialisten had, fantastisch werk leverde. En die mensen waren dus eigenlijk helemaal niet blij met al die reuring eromheen. En dat gaf toch voor de buitenstaander een twijfelachtige indruk van het WKZ. Want het WKZ toen niet en nu niet verdiende. Ja. Nou loopt het vaak slecht af met klokkenluiders. Een bekend voorbeeld is Ad Bos, met wie de bouwfraude boven tafel gekomen is eigenlijk. Hij is geëindigd zonder inkomen, zonder huis, in een caravan. Wat was de prijs die u betaalde? De prijs was de eerste 6 weken heel vervelend om aangevallen te worden in de pers. Omdat je kinderen op school gevraagd werd van, is dat jouw vader? Ik bedoel, wat gebeurt er allemaal? Het moeilijke was toen, daarna, nadat ik terug mocht komen, is het natuurlijk heel lastig om in zo'n organisatie weer je plek te vinden. Iedereen. Bekijk je toch een beetje met van, ja, zou die het weer doen of is hij wel te vertrouwen? Ja. Dus dat is iets wat denk ik alle klokkenluiders tegenkomen in zo'n organisatie. Je wordt niet meer vertrouwd eigenlijk. Ben je weer moeilijk in te passen, al heb je gewoon je oude positie terug. En dat was dus ook dat Gerlach Serfontaine, die toen de directeur werd van het geheel, tegen mij zei van, ja, dat is prima, de rechter heeft gezegd dat je terug mag. Dat mag ook helemaal, maar verdere promotie, dat zit er natuurlijk niet in. Dat zei hij zo. Recht uit. Echt? Nou, daar gaf ik hem ook gelijk in. Want, waarom? Nou ja, als je een hogere rol binnen zo'n organisatie wil gaan, moet iedereen daar ook wel achter staan. En dat voelde ik ook wel, dat men daar toch grote twijfels over had. Maar wat is dat dan? U doet een goede stap. Mm-hmm. Dat wordt dus niet gewaardeerd, ook niet door collega's. Nee, maar dat zie je bij heel veel klokkenluiders. Hè? Dat er toch een wantrouwen, hè, waar rook is vuur, om je heen plaatsgrijpt. En daar kan ik me heel goed voorstellen dat mensen denken, ja, gaat hij het nou weer doen? Was hij betrouwbaar? Was dat allemaal nodig? Had dat niet anders opgelost kunnen worden? Nou is de laatste jaren geprobeerd om de positie van klokkenluiders in Nederland te verbeteren.
U bent lid geweest van de onderzoeksraad Integriteit Overheid. We hebben nu het Huis voor Klokkenluiders. Gaat ook niet alles even goed. We kunnen het misschien straks nog over hebben. Maar wat is uw ervaring met andere klokkenluiders? Er zijn natuurlijk altijd een aantal zaken waar het heel moeilijk is. Er is een langdurig arbeidsconflict en er komt klokkenluiden bij of later bij of wordt er ingevoegd. Dat is niet altijd goed helder hoe je dat uit elkaar kunt halen. Dat zijn hele moeilijke zaken. Want voor de duidelijkheid, mensen moeten eerst het proberen intern op te lossen. Ja. En als dat echt niet lukt, dan moet de klokkenluider naar buiten. En naar buiten is het liefst naar een orgaan die daar iets aan kan doen. En het liefst niet direct naar de pers, omdat je daar dan een soort lawine van ellende creëert waarvan je achteraf niet precies weet of dat ook het belang dient van dit onderzoek. Ja. Maar is het niet zuur dat juist ook in het Huis voor Klokkenluiders nu weer in mei iemand op non-actief is gesteld die misstanden in dat instituut, wat er juist is voor klokkenluiders, aan de kaak wilde stellen? Ik weet natuurlijk niet precies de inner workings van dat Huis van de Klokkenluiders. Maar als je begint met, er was een hele mooie wet gemaakt door Van Raak Komsoeis. Die hebben een wet geschreven over hoe je met klokkenluiders zou moeten omgaan. Daar zat van alles in. Financiën, psychologische begeleiding, opvang. Dat werd allemaal prima geregeld. Maar dat Van Raak, en dat is terecht, wilde dat met algemene stemmen door de Tweede Kamer halen. Ronald van Raak van de SP, ja. Ja. En die wilde natuurlijk, iedereen, iedere fractie heeft daar zijn deeltje aan bijgedragen of stukje van afgesneden. En daarmee was er dus, kwam er een wet naar de Eerste Kamer, waar de Eerste Kamer veel moeite mee had. Is het nu goed geregeld? De bemensing van dat Huis van de Klokkenluiders. En daar is toch een soort, een aantal mensen in het bestuur terecht gekomen. Die blijken niet met elkaar overweg te hebben gekund, die totaal andere inzichten hadden. En dat is toen ook geploft en dat bestuur is opgestapt. Ja. Of moest opstappen. Ja. Ja. Dat is een trieste situatie. Is dat gedoe bij het Huis van de Klokkenluiders nou vertrouwenwekkend voor mensen die met een probleem zitten? Kan ik me niet voorstellen. Dat als we allemaal lezen wat er onderlinge ruzies zijn, dat mensen daar weglopen omdat zaken niet goed behandeld worden, omdat er geen onderzoeken klaarkomen, uitkomen, dan is dat natuurlijk niet een punt waar je als kan zeggen een klokkenluider heen verwijzen van jongen, ga daar maar heen met je probleem, dit wordt zeker snel opgelost. De Belastingdienst en het kindertoeslagverhaal. Dat is naar buiten gebracht door een ambtenaar bij de Belastingdienst. Trouw en RTL Nieuws hebben daarover bericht. En die man bij de Belastingdienst die dat naar buiten heeft gebracht, die is op non-actief gesteld. De overheid geeft daar geen goed signaal als het gaat om klokkenluiders. Nee, zeker niet als deze man gelijk blijkt te hebben. En het heeft daar alle schijn van dat hij dat heeft. Dan is het natuurlijk schorsen en ook non-actief zijn ongeveer het omgekeerde van wat je moet doen. Hè. Dat zie je ook bij het ministerie van Justitie. Daar worden klokkenluiders nu justitieel vervolgd. Dat is wel het andere uiterste van wat we na zouden stellen. Ja, dat is dat andere geval. Dat is dat wetenschappelijk onderzoeks- en documentatiecentrum dat onderzoek heeft gedaan naar het drugsbeleid, Nederlands drugsbeleid van het ministerie van Justitie. En nou blijkt dat het ministerie van Justitie invloed heeft willen uitoefenen op de uitkomst van dat onderzoek. Op een gegeven moment is daar toch iemand mee naar buiten gekomen. De top van het ministerie is nu bezig om die mensen te vervolgen. Een heksenjacht, precies. En het Openbaar Ministerie is ook bezig om die mensen aan te pakken. Dan denk ik, die positie van klokkenluiders, die is buitengewoon slecht in Nederland. En met name bij de overheid. Ja, en met name bij de overheid en met name bij het ministerie van Justitie. Waarvan je daar toch de rechtvaardigheid moet uitstralen, dat ministerie. Maar dat ministerie is een gigantisch ministerie. Waar een aantal van dit soort problemen lopen. En waar, als je zegt, we gaan een integriteitsbeleid voeren als organisatie. Waar natuurlijk wel het slechtste voorbeeld is dat je waarnemend secretaris-generaal op jacht gaat naar de klokkenluiders. En dan kan je moeilijk verwachten dat de rest van de organisatie super integer zich gaat opstellen en gaat kijken of het allemaal niet beter kan. Ja, maar nou willen we dus met z'n allen, middels die wetgeving van Ronald van Raak, willen we dat we een meer open samenleving krijgen waarin klokkenluiders meer vrij kunnen spreken en zaken die niet goed gaan in een organisatie bekend kunnen maken? Mm-hmm. En dan gaat de overheid op deze manier om met klokkenluiders.
Dat is heel jammer. Dat is een slecht voorbeeld. Maar daar kan je meer niet van zeggen. Gaat nu in september, in ieder geval dit najaar, gaat de Tweede Kamer kijken naar het resultaat van de initiatiefwet van Van Raak. En ik kan me bijna niet voorstellen dat ze daar heel tevreden mee zullen zijn. En ik ben heel benieuwd wat dan de problemen zijn die zij vinden en wat misschien hun oplossingen daarvoor zijn. Ja. Dus dat gaat een grote opgave worden. Ja. Even nog over het ministerie van Justitie en Veiligheid. Wat daar niet goed gaat en wat al een aantal jaren niet goed gaat, heeft twee ministers de kop gekost voor de steun en opstelten. Een staatssecretaris, Harbers, moest opstappen. Komt het nog goed met dat ministerie van Justitie? Nou, dat ministerie van Justitie is wel toe aan een hele grote opknapbeurt, zou ik zeggen. En ja, je vraagt je af hoe dat zou gaan werken in zo'n groot ministerie. Wat ook van door de top vaak heel moeilijk te overzien is, wat er allemaal in de periferie van het ministerie gebeurt. Dus ik zou zeggen, dat ben heel benieuwd hoe ze dat gaan klaren, dat klusje. Daar spreekt weinig vertrouwen uit. Nou, tot nu toe hebben ze geen aanleiding gegeven voor vertrouwen. En het is natuurlijk een ministerie waar je al terecht zei dat daar ministers en staatssecretarissen zijn omgevallen. En dat ligt misschien aan die personen, maar toch ook voor een heel belangrijk deel aan de organisatie die daar achter ze staat. En ze kennelijk niet van voldoende steun voorziet om dat allemaal goed tot een einde te brengen. Ja. Heb je een advies? Ja, ik zou daar beginnen met een deugdelijke integriteitsprogramma van top tot bottom te gaan invoeren en kijken hoe dat dan werkt. Na alle moeite en energie die erin gestoken is om de positie van klokkenluiders te verbeteren, lijkt de werkelijkheid toch moeilijk te veranderen. Waar ligt dat aan? Ja, dat is een hele taaie materie om daar iets aan te veranderen. Mensen vinden het gewoon niet leuk als mensen uit een organisatie kritiek gaan leveren. En eigenlijk moet je daar natuurlijk als een lerende organisatie heel blij mee zijn. Het ligt ook een beetje aan de top van zo'n organisatie. Hè. Je moet proberen om dit soort zaken, dit soort uitbarstingen dan te voorkomen. En als het goed is, hebben deze melders eerst intern gemeld en gezegd er is iets mis. En is er niet goed naar ze geluisterd. En dat komt heel vaak doordat intern ze dan praten met hun baas, die het probeert een beetje af te dekken omdat ze geen zin heeft in gezeur met de bovenlaag. Soms omdat ze een vertrouwenspersoon in die organisatie hebben, maar die zit dan vaak verbonden aan HR. En die probeert ook een brandje te blussen en liever dan daarmee te gaan. En eigenlijk denk ik dat je als organisatie erbij gebaat bent dat juist de top ervan weet dat zoiets ergens onder in de organisatie speelt. Dat zo'n vertrouwenspersoon, als die denkt dat dit is echt een probleem, directe toegang heeft tot de voorzitter van de raad van bestuur of de CEO om het te bespreken. En ik denk dan ook dat het verstandig is dat zo iemand dan een uur uittrekt voor een gesprek met zo'n potentiële klokkenluider. Ja, maar dan moet er wel een wil aanwezig zijn. En wat je bijvoorbeeld nu ook ziet bij de Belastingdienst is dat tot en met de staatssecretaris snel de hakken onmiddellijk in het zand gaan. Ja, dat zie je dus heel vaak. En dat is een grote probleem. En een derde deel van de bestuurders treedt ook af om integriteitsredenen. Een van de problemen is dat zo'n klokkenluider gaat naar buiten, die praat bijvoorbeeld met de pers of zoiets, en dan wordt zo'n directeur van zo'n organisatie 's avonds om 10:00 geconfronteerd met een journalist die zegt: ik heb deze en deze zaak klaar voor een artikel in het kader van hoor en wederhoor. Wilt u uw mening erover geven? Even een stapje terugnemen. Voordat een klokkenluider naar de pers stapt, behoort het traject te zijn dat hij natuurlijk, net als wat u gedaan heeft, het bij de directie aan te kaarten of bij een superieur. Ja. Maar dan zie je ook al in heel veel organisaties dat de hakken in het zand gaan en dat ze er niet aan willen. Nou ja, die directe superieur die is soms deel van het probleem. Of die wil in het kader van zijn loopbaantraject een goede afdeling hebben. Geen gezeur, dat is het belangrijkste van een goede afdeling als daar geen gezeur is. Dus die probeert daar een rem op te zetten. Soms is die rem dat zo'n superieur al zegt: nou, ik denk dat het beter is dat jij weggaat hier. En dat is natuurlijk niet de oplossing, want daardoor wakker je het probleem alleen maar aan. Ja.
toch willen we met z'n allen eigenlijk dat het beter gaat met de publieke zaak. Klokkenluiders zijn nodig. Ja. En we hebben een wet. En toch blijft het misgaan. Het probleem is dat we eigenlijk willen we zeggen, hoe gaat het met jouw afdeling goed? Dat is, moet het standaard antwoord zijn. En erkennen dat dat niet zo is, is moeilijk. Integriteit, zeg ik altijd, is een werkwoord. Daar moet je iets mee doen. En dan moet je dus binnen je afdeling daarover praten. Zijn we wel integer? Hoe doen we dat? En gewoon ook daar open over zijn. Het is, in iedere afdeling gaat er wel wat mis en zouden dingen beter kunnen. Dus praat er gewoon over en laat het niet tot zo'n uitbarsting komen. Is de wet die er nu is onvoldoende of gewoon niet goed? Ja, ik denk dat de wet te veel gekortwiekt is om goed te kunnen functioneren. Ik denk dat het niet verbazend zou zijn als de Tweede Kamer besluit daar wijzigingen op aan te brengen. Of misschien wijzigingen in de uitvoering. Maar zoals het op het ogenblik gaat, heeft het niet tot een groot succes geleid. Hoe krijgen we het zo voor elkaar in Nederland dat klokkenluiders meer vertrouwen hebben om zaken aan te kaarten? Nou ja, een functionerende Huis van de Klokkenluiders of een functionerende wet zou heel verstandig zijn in dat opzicht. Maar toch blijken daar ook binnen zo'n organisatie als de Onderzoeksraad of het Huis van de Klokkenluiders ook tegengestelde ideeën te zijn. En het is niet altijd zo wat de klokkenluider hoopt, dat hij daar naar binnen gaat, wordt doorverwezen en ogenblikkelijk zijn gelijk krijgt en met wapperende vlag weer naar buiten kan komen van het is geregeld. Nee, het is een hele moeizame worsteling om dat het lek boven water te krijgen en om daar met z'n allen wat aan te willen doen. Maar daarvoor heb je wel een goed functionerend Huis voor de Klokkenluiders nodig. En je hebt een overheid nodig die ook duidelijk maakt, bij ons zit het goed. Ja, het probleem natuurlijk is dat de overheid zich daar heel duidelijk over uitspreekt. Rutte was heel blij met het Huis van de Klokkenluiders. Het probleem is, hoe ga je dan die uitvoering regelen? En die uitvoering, dat behoeft verbetering. Waar zit het hem in? Want het lijkt wel alsof een klokkenluider schept op een of andere manier ook wantrouwen. Dat is ook zo. Klokkenluiden is heel moeilijk. Je kan het eigenlijk alleen doen als er een algemeen belang bij is. Je moet het volgens de regels doen. En je moet ontzettend uitkijken dat je dus de mensen om je heen niet beschadigt. Nou, dat is het. Als je dat voor alle klokkenluiders zou kunnen organiseren. Wij moeten niet alleen zeggen dat we ze nodig hebben in de maatschappij, maar we moeten dat ook doen. Mind you, we zijn toch een van de landen in de wereld die daar behoorlijk vooruitstrevend in is om die bescherming van de klokkenluiders op te pakken. Er zijn in Engeland en Zwitserland instanties die daar ook voor werken. Maar het basisidee van een Huis van de Klokkenluiders ben ik elders nog niet tegengekomen. Nee. Heeft u een advies voor mensen die in een organisatie werken en die echt geprobeerd hebben om dat intern op te lossen, maar het niet voor elkaar krijgen? Nou, dat is nou heel vervelend, want mijn advies zou zijn, ga naar het Huis van de Klokkenluiders. Maar op dit moment is dat een advies waar mensen van in de lach schieten als je het ze geeft. Maar dat zou eigenlijk wat er moet zijn. Ik geef cursus aan commissarissen en toezichthouders en aan CFO's. En ik heb wel een CFO gehad die gewoon ontzettend boos was dat het huis niet functioneerde. Hij zegt, wij hebben zoiets in de organisatie en ik zou ontzettend graag willen dat dat extern door dat Huis van de Klokkenluiders bekeken wordt. Ik denk dat wij gelijk hebben, maar hij denkt dat hij gelijk heeft. Laat nou in godsnaam dat huis er zijn en zijn werk doen, dan kunnen we daarover gaan praten. En dus klokkenluiders in Nederland kunnen eigenlijk nergens heen? Nou ja, het is heel moeilijk om op dit moment jou als klokkenluider aan te raden, ga naar het Huis van de Klokkenluiders. Want dan kijk je me aan en zeg je, wat bedoel je, wat wil je? Dat is eigenlijk een hele trieste conclusie. U zegt Nederland is vooruitstrevend als het gaat om de positie van klokkenluiders. Maar we komen ook tot de conclusie dat een klokkenluider eigenlijk nergens heen kan. Nog niet. Maar het mooie is wel dat Van Raak het aan de orde heeft gesteld. Dat hij de moeite heeft genomen om met een heel aantal mensen die wet op te doen. Dat de Tweede Kamer daar aandacht aan heeft besteed. Kortom, het is voor het eerst echt algemeen in discussie geraakt daardoor. Dat het niet in één keer geweldig is, dat is niet ontzettend verbazend.
En ik denk dat we nogal een weg te gaan hebben voordat het helemaal prachtig geregeld is. Maar we hebben stappen gezet en ik denk dat die stappen verder gezet moeten worden en dat we ons moeten beraden hoe we dat doen. Hoe lang is die weg nog? Lang. Lang.